Deze video gaat over lijn, lijnstuk en punt. In deze video ga ik je vertellen wat deze drie begrippen in de wiskunde betekenen. En we beginnen met het begrip lijn. Een lijn, daarmee bedoelen we in de wiskunde een rechte lijn. Laten we even kijken naar een voorbeeldje. Je ziet hier aan de rechterkant een voorbeeldje getekend in het blauw en dat is de lijn L. We geven een lijn altijd een naam en die naam dat is altijd een kleine letter. Dus in dit geval hebben we de kleine letter L, want L is natuurlijk de eerste letter van lijn. Dus daarom gebruiken we L heel vaak als naam voor een lijn. Maar je mag een lijn ook een andere naam geven. We gebruiken ook vaak de letter K of M. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, als je een lijn altijd maar een kleine letter geeft als naam. Het bijzondere aan een lijn is dat een lijn eigenlijk geen eindpunten heeft. Dus ik heb hier maar een stukje van die lijn getekend, maar eigenlijk gaat die lijn oneindig lang door. Dus eigenlijk gaat hij nog helemaal door naar beneden en hij gaat helemaal door omhoog. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje gek om dat te tekenen, dus ik heb maar een stukje getekend. Maar eigenlijk is het zo in de wiskunde dat met een lijn we een lijn bedoelen die geen eindpunten heeft. Dus die gaat oneindig lang door. Er zijn ook lijnen die wel eindpunten hebben en dat noem je dan niet een lijn, maar dat noem je een lijnstuk. Dus een lijnstuk heeft twee eindpunten. Laten we even kijken naar een voorbeeldje. Je ziet hier aan de rechterkant het voorbeeld en dat is het lijnstuk AB. En dit lijnstuk gaat niet oneindig door, dat stopt. Hij begint bij A en eindigt bij B. Hij heeft dus twee eindpunten, dat zijn de punten A en B. En je zegt dan ook, dit is het lijnstuk AB. Dus een lijnstuk geef je geen kleine letter. Een lijnstuk noem je altijd met het beginpunt en het eindpunt. Dus in dit geval A, B. En dat doen we altijd op alfabetische volgorde. Dus je zegt niet BA, maar je zegt AB. Dan hebben we ook nog een halve lijn. En een halve lijn heeft één eindpunt. Dus we hadden net een lijnstuk, dat heeft er twee. En een halve lijn heeft er één. En ik heb hier onderin nog even het lijnstuk van net getekend. Dat was het lijnstuk AB. En wat ik nu ga doen, is ik ga dat lijnstuk wat langer maken aan de kant van de B. Dus daar komt een stukje bij, zoals je hier ziet. En nu zie je dat ik hier geen eindpunt heb getekend. Er zit hier geen puntje aan het einde, dus in principe gaat dit oneindig lang door. Nu heb ik dus maar één eindpunt, dat is het punt A. En na de A gaat die oneindig lang door en dan noem je dat dus een halve lijn. Het laatste begrip wat ik wil bespreken is het begrip snijpunt. Ik heb hier twee lijnen getekend, dat zijn de lijnen L en K. En K en L die snijden elkaar in het punt S, dat zie je hier in het midden. Dat puntje heb ik getekend, ik heb daar de hoofdletter S bij neergezet. En dat punt S, dat noemen we het snijpunt van K en L. Dus een snijpunt is dus een plek waar twee lijnen elkaar snijden. Soms zeggen mensen, oh ze kruisen elkaar daar, maar ik zou niet het woord kruisen gebruiken. We gebruiken in de wiskunde hiervoor altijd het woord snijden, dus het punt S is het snijpunt. En nu hebben we dus de wiskundige betekenis besproken van lijn, lijnstuk en punt.